En als ik met de auto ga, dan zet ik altijd de piratenzender aan. Want je weet, in Zuidoost-Drenthe en in Oost-Groningen, daar draaien ze graag de piratenzenders. Ja. En wanneer heb ik daar tijd voor? En het is fantastisch, dat uurtje naar Bargh-Kompas rijden. Om even keihard met de vlam in de pijp of een paar andere mooie oude klassiekers. Dat zie ik wel helemaal voor me. Ja, met de vlam in de pijp, ja, prachtig, ja. Noordelingen dingen. Welkom bij Noordelingen Dingen, de podcast waarin ik praat met Noordelingen over dingen. Ik ben Colin Mooijman en dit is wel een speciale aflevering, want deze nemen we op met een live publiek vanuit de prachtige aula van de Rijksuniversiteit Groningen tijdens de Lustrumweek. En dat doe ik met de meester van de moleculen, de geniale chemicus, Drentse boerenzoon en Nobelprijswinnaar Ben Veringa. Noordelingen Dingen. Ja, Ben, daar zitten we dan in deze prachtige zaal. Hoe gaat het ermee? Ja, heel goed. En het is altijd fantastisch om hier weer te zijn. Hè? Hier vinden alle promoties van de jonge mensen plaats. Hier heb ik mijn oratie gehouden toen ik hoogleraar werd. En een mooie traditie van de aula van de universiteit. Ja, een speciaal plekje. Is het heel speciaal plekje. Is het goed als ik je Ben noem? Of bent u liever meneer Veringa? Nee, hè? Nou, iedereen kent mij als Ben, dus doe maar Ben. Ja, dan doen we dat. Hey, te gek dat je even tijd wil maken, want je bent natuurlijk een super druk bezet man, hè? Nou, het is wel heftig, ja, want die coronacrisis, toen heeft alles stilgelegen, 3 jaar lang bijna. En nu komt die hele tsunami aan dingen weer terug. En alles wat ik toegezegd heb aan uitnodigingen, weet je wel, lezingen op congressen, bezoeken, commissies, you name it. En dat is 3 jaar opgeschoven, dus nu is het wel heel hevig. Ja. Het is ook wel heel, heel fijn, heel bijzonder. Ja. Past ook wel bij jou volgens mij om lekker druk te zijn. We gaan het zo meteen nog wel hebben over waar je allemaal mee bezig bent en waar je allemaal naartoe vliegt en zo. Maar even voor nu, u bent op de fiets gekomen? Jazeker, vanuit Zenneke. Ik heb vanmorgen college gegeven. Oh, ja. En toen had ik nog een paar afspraken, dus ik moest mij even heel erg haasten om hier op tijd te zijn. Ja, dat is in ieder geval gelukt. Ja, normaal gesproken vraag ik niet zo snel hoor, naar hoe mensen ergens heen gaan. Maar je fietst altijd, hè? Ja, ik fiets van Paatswolde hier naartoe. 14,5 kilometer en dan ook nog weer terug. Paatswolde, want daar woon je? Prachtig. In Paatswolde, ja. Ja, dit is fantastisch om daar te wonen, ja. Het is ook prachtig om even te fietsen, hè, weet je wel. Het is 3 kwartier fietsen ongeveer. En dan s'avonds 3 kwartier terug en dan hoor je de vogeltjes bij het Paatsholsmeer en zo. Je hoofdlaak reeg, schijflaak wat reeg. Je krijgt leuke ideeën. Dat is ook wel mooi. Het is fantastisch. Alleen de wind, ja. S'morgens komt de wind vaak uit het noordoosten en s'morgens uit het zuidwesten. Dus ik heb meestal de wind tegen. Is een e-bike dan? Of gewoon e-bike? Lekker ouderwets gewoon? Een e-bike. Ja. Nee, ik heb gewoon een lekkere fiets, hoor. Ik fiets graag. Ik begin me een beetje te schamen nu, want ik heb net een e-bike gekocht. Dat is niks mis mee. Ja, dat is prima. Beter dan een auto, denk ik. Ja, dat wel, ja. Ja, want het is wel geinig met dat fietsen, hè? Want als je een Nobelprijs wint, dan een soort van custom, toch? Dat je een parkeerplaats krijgt van de universiteit. Ja, dat is fantastisch. Heb jij niet nodig gehad? Ja, ik heb een parkeerplaats. Ja. Ik heb na die Nobelprijs, toen was ik weer in Groningen in 2017 of zo. Toen had de universiteit, weet je wel, van ja, nou willen we hem eigenlijk wel iets geven. Maar ja, hij heeft al een gouden medaille. Wat moeten we hem nog geven? En toen kwamen ze op het idee om mij dan misschien toch maar een parkeerplaats aan te bieden. Ja. Want in Amerika hadden ze gezien, mijn collega's, Fraser Stoddard, die zit daar bij Chicago. En die heeft 2 grote parkeerplaatsen voor zijn limousine. Een parking place reserve van Nobel laureates. Voor het chemiegebouw. Ja. Maar ja, toen hadden ze een ander probleem. Ben Veringa komt nooit met de auto. Ja. Dus nu heb ik in de fietsenstalling bij ons zo'n bordje. Ja, bicycle place reserve for Nobel laureates. Ja. Dus dit is hoe wij het in Nederland doen. Ja. En let even op, Nobel laureates. Dat wil zeggen, ons in Groningen zijn zunig. Dus als er nog een Nobelprijs komt, dan hoeven ze in elk geval geen nieuw bordje te kopen. Ja, dan kan het bordje gewoon door. Ja, prachtig, ja. Nou, is toch prachtig. Ik bedoel, wie heeft er nou zijn eigen fietsenstalling? Fietsenstalling. Dan komt Ben Veringa gaan en die zet zijn fietsje daar neer. Ja, dat is prachtig. Hartstikke mooi, ja. En is die fietsenstalling, want ik had gehoord dat die nu gesloopt is. Ja, is gesloopt, maar we hebben het bordje, dat is in de nieuwe fietsenstalling in het nieuwe gebouw, de Veringa Building. Ja. Het nieuwe gebouw van natuurkunde scheikunde. Veringa Building. Is het ook gek om dat zelf te zeggen, Veringa Building? Ja, dat is wel een beetje raar. Kan je een beetje afstand nemen dan? Nou, als je het Veringa Building neemt, want ze willen graag een naam natuurlijk. En ik begrijp het ook wel. We hebben al Zernike, en zijn complex en zo. En een duizendberggebouw. Maar het is wel even wennen. Want ook als ik aan het buitenland kom, dan hebben ze natuurlijk op internet gezien die plaatjes en zo. Dan zeggen ze, oh, you get a beautiful new lab.
Is dit all for yourself? Nee, ik zeg, daar komt de hele natuurkunde en scheikunde. En dan moeten 1500 man komen te werken. En dat is een gigantisch groot complex. Maar ik krijg ook een lab. Ik heb een mooi lab. Een mooie kamer. No problem. Ja, hartstikke mooi. Nou, het komende half uur, drie kwartier, weet ik voor hoe lang dit gesprek gaat duren. Ga ik, hoop ik jou een beetje beter te leren kennen. Om daar een beetje hulp bij in te schakelen, heb ik ChatGPT gevraagd. Wat er over BNV gaat te vertellen was. Heb je dat wel eens gehanteerd? Nee. Ik zelf nooit. Alleen mijn zus was jarig. Wij hebben een grote familie, hè? Bargh-Coppens, waar ik vandaan kom. Ja. En toen had mijn zwager, die had dus een speech bedacht voor haar. En die had een prachtige speech, hè? En toen zei hij na 10 minuten, dit was dan, nu komt de echte speech, want dit was ChatGPT. Oh. Het werkt dus wel. Ben Veeringa is een vooraanstaand Nederlands scheikundige, geboren op 18 mei 1951, die internationaal bekend staat om zijn baanbrekende werk op het gebied van moleculaire nanotechnologie. In 2016 ontving hij de Nobelprijs voor scheikunde, voor de ontwikkeling van een moleculaire motor. Hij is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij een belangrijke rol speelt in zowel het onderwijs als het wetenschappelijk onderzoek. Nou, wat zeg je ervan? Dat is toch keurig? Klopt wel, hè? Ja, dat klopt. Heel mooi. Ja, het zijn wel een beetje termen en zo. Ja, van een moleculaire nanotechnologie. Ja. Kan je dat even zeg maar, heel simpel uitleggen? Alsof je dat gewoon aan een kind of aan mij uitlegt, zeg maar? Nou, microtechnologie, dat ken je wel, hè? Van de chips. Micro is heel klein. Ja, duizend. Ja. En de nano is nog 1000 keer kleiner. Dus dat is 1 miljardste meter groot. Dus dat is de grootte, de afmetingen van moleculen en zo. En jouw hele lichaam zit vol met nanomachientjes. Hè? Het feit dat ik... Machientjes? Ja, het feit dat ik kan zwaaien, mijn arm kan bewegen, dat ik jou kan zien, dat wij kunnen praten, dat allerlei dingen in je lichaam getransporteerd worden, bewegen en zo. Dat komt allemaal door biologische nanomachientjes. Eiwitten, machientjes, die functioneren als machientjes op de schaal van een paar nanometer, een paar miljardste meter groot. Dus laat even voorbeeld nemen. Ja. Ik ga nu mijn arm optillen. Ja. Dat zijn miljoenen motortjes die zorgen ervoor dat je spieren een glijbeweging maken en dus dat je je arm kunt bewegen. Ja? En dat is nanotechnologie in de levende natuur. Ja. Wat wij doen is proberen dit synthetisch, kunstmatig te bouwen. Dus bijvoorbeeld dingen te maken die kunnen bewegen. Dus je moet je even voorstellen, dit, jouw laptop, niks beweegt, hè? Nee, dat alles is synthetisch, kunstmatige materialen, niks beweegt. Ja. Maar nu maken wij materialen waar we juist net als in je lichaam dingen kunnen laten bewegen. En dat is die moleculaire nanotechnologie waar ik mij vooral mee bezig hou. Dus kleine motortjes en machines bouwen die zo klein zijn dat ze eigenlijk op dezelfde schaal als wat er in je lichaam gebeurt. Ja, en dan zul je zeggen van waarom doe je dat? Ja, goede vraag. Omdat we dingen willen bouwen, begrijpen hoe dat in de natuur werkt. Maar vooral kunnen we het nabootsen. Kunnen we dingen maken die kunnen bewegen. En om je een voorbeeld te geven. We hebben nu in het laboratorium kunstspiertjes gemaakt. Ja. Onder invloed van die motortjes gaan die bewegen. Dus heel veel van die motortjes werken samen en dan kunnen we iets optillen. Een ander voorbeeld. We hebben een stukje plastic nu. Ja, daar zitten die nanomotortjes in. En als we daar licht aan doen, dan gaat het wandelen over de tafel. Nou, ik weet niet hoeveel plastic zakjes jij in je keuken hebt die over je aandacht lopen. Maar wij hebben dus een stuk plastic, dat gaat gewoon wandelen over tafel. En dat wordt dan aangestuurd door lichtenergie? Ja, gewoon licht aanzetten. Ja. We kunnen ook iets laten ronddraaien. We kunnen dit oppervlak laten bewegen en zo, dat soort dingen. Ja, dat is dan wel grappig, lijkt me dan, dat een zakje, boterhamzakje gaat lopen en zo. Maar wat heb je dan vervolgens aan? Of wat hebben wij, als mensheid aan? Of een typische vraag van een journalist natuurlijk. Wat hebben we eraan? Ja. Wij doen heel fundamenteel onderzoek. Hè? Dus wij proberen de basis te begrijpen van hoe de natuur in elkaar steekt. En met name dan hoe je dingen kunt nabouwen. Wat hebben we eraan? Wij proberen dus dingen te maken die kunnen bewegen op een schaal van nanometers. En dat zal de basis zijn voor slimme geneesmiddelen, voor technologie van morgen. Dus kleine machientjes, robotjes, nanorobotjes en armpjes die in de geneeskunde gebruikt kunnen worden. Maar ook bijvoorbeeld waar we nu mee bezig zijn, self-cleaning oppervlakten. Oppervlak die zichzelf schoonmaken. Want als je iets beweegt, dan kunnen dingen er ook, hè, zand, oppervlak, dingen kunnen eraf vallen. Ik heb nu het eerste voorbeeld gezien van ramen die zichzelf wassen. Over 20 jaar, 25 jaar heb je een coating op je auto. Hoef je auto niet meer te wassen. Gaat zichzelf wassen. Ja. Net zoals het blad van een plant.
Nou, als ik een kras maak hier in je laptop, ja, ja. Of in je auto, of ik snij een stukje plastic met een door, ja. Ja, dan ja. Blijft die stuk, ja. Ja, dan moet je naar de garage om die kras te laten verwijderen. Of je moet een nieuwe hoes voor je laptop te kopen of een stuk plastic, ja, dat kun je weggooien. Als jij, net als je lichaam, leert hoe materiaal zichzelf kan repareren, ja, dan hoef je niet meer naar de garage, dan repareert het zichzelf. En dat is, denk ik, de toekomst. Slimme materialen, materialen die zichzelf kunnen repareren. Dus dit is allemaal nog heel fundamenteel, bazaal onderzoek. Maar denk even in termijnen van tientallen jaren, ja? Ja. En ik kan je er zo nog een mooi voorbeeld van geven om het dan wat in perspectief te plaatsen. Is dat een cliffhanger dan? Ja, ja. Voor dat voorbeeld komt zo meteen. Nou. Ja, want je hebt die Nobelprijs dan gewonnen met één van die onderdelen die je net noemt, toch? Zo, ja, zo'n motortje. Ja, we hebben het kleinste motortje in de wereld gebouwd. 2 miljardste meter groot. En hij draait rond onder invloed van licht. Ja. En we hebben inmiddels één gemaakt, die draait onder invloed van zonlicht. En we kunnen hem nou. Het eerste motortje dat draaide 1 keer per uur rond. Nou, daar kun je niet zoveel mee natuurlijk. Maar we hebben nu motortjes die draaien 10 miljoen keer per seconde rond. En alles ertussenin. Dus we kunnen ze precies afstellen hoe snel ze gaan en zo. Voor ja. Bepaalde toepassingen. Ja. Dus dat zijn mogelijkheden die de basis geven voor toepassing. Dat wil niet zeggen dat al die toepassingen gebaseerd zullen zijn op onze motortje. Ja. Maar als je 1 keer weet hoe je iets moet laten bewegen op die schaal van die dimensies, dan gaan er heel veel mensen mee. Er zijn nu tientallen groepen in de wereld, misschien wel honderden groepen mee bezig om dingen op die nanoschaal te laten bewegen. Kijk, de allereerste T-fortje wat gebouwd werd, is ook niet hè, de moderne Tesla. Hè? Ja. Dus je moet voorstellen, dat duurt gewoon een hele ontwikkelingstijd en het ontwerp zal heel anders worden. Maar als je de basisprincipes kent, dan gaan allerlei mensen daarmee aan de haal en gaan denken van, hé, daar kan ik wel iets moois van maken. Ja, ja, ja? Maar ook dat mensen ermee aan de haal gaan. Hè? Is dat ook iets wat je ook wel eens door je hoofd spookt? Nou, van, ik vind van alles uit en ja. Op een gegeven moment dan is jouw tijd geweest. Ja. Onze tijd allemaal geweest. Nee, wat er dan allemaal met Veringa's uitvindingen. Ik noemde dat bewust even om even te chargeren. Want in feite, de mee aan de gang gaan. Dat is wat je doet. Maar wat ik bedoel, van je weet natuurlijk nooit wat er met jouw uitvindingen gaat gebeuren. Dat klinkt allemaal wel een beetje van zulke kleine spulletjes die in jouw lichaam kunnen gaan. Dus er kunnen ook wel gekke dingen mee gebeuren. Ja, ja. Natuurlijk. Dat mensen ermee aan de haal gaan in de zin van wetenschappelijke ontdekkingen, uitvindingen. Natuurlijk kunnen mensen daarmee dingen gaan doen die je niet wil. En dat is ook de reden. En ik ben heel blij dat we hier zitten in deze zaal. Want de universiteit heeft niet alleen een taak om studenten op te leiden en te confronteren met de grenzen van de wetenschappen ons kennen en kunnen, maar ook om over dit soort ethische problemen na te denken. Die discussies moeten we gewoon openvoeren. Ik ben chemicus en we gaan echt niet zomaar nieuwe stoffen zomaar gebruiken, bijvoorbeeld voor in je lichaam en wat dan ook. En daar zijn hele strenge voorwaarden voor. En ook niet als materialen in het milieu. Dus we moeten heel goed nadenken over veiligheidsaspecten. Wat gaan we ermee doen? Nee, maar dus niet echt af en toe als jij in bed ligt, dat je af en toe denkt van, oh man, als je gaat, je droomt in één keer een koortsdroom naar 300 jaar verder. Nou ja. Er gebeuren raar dingetjes die jij de grondwegen van. Nee, dat zijn natuurlijk. Vraag gewoon of jij daar persoonlijk wel eens aan denkt. Ik, natuurlijk denk ik wel na over mogelijke consequenties. Maar wat wij doen is het soort fundamenteel onderzoek waar we proberen hele fundamentele principes bloot te leggen. En ja, die zullen door mensen opgepikt worden en zo. En als je dan zegt van ja, als je kunt bewegen op die nanoschaal, kun je ook nanorobotjes bouwen. Ik noemde net al. Ja. Ja, wat gaan mensen daarmee doen? Nou, ik garandeer je dat over 50 jaar zal een chirurg een nanorobotje in je lichaam injecteren. En die gaat op zoek naar een kankercel. Of die gaat een geneesmiddel precies op de plek afleveren waar het nodig is, zonder dat je al die nare bijwerking krijgt. Of die gaat een reparatie uitvoeren. Daar moet je ook niet te bang voor zijn, hè? Wij gaan nu ook pas een eiwitten aan die in je lichaam komen. Ik bedoel, je krijgt van alles dingen. Je moet wel hele goede tests doen en kijken, is het betrouwbaar en zo. Maar van de andere kant, paniek zaaien. Kijk, ik weet niet of je dat boek van Michael Crichton hebt gelezen over die nanorobotjes. Dat is een fascinerend boek. Die nanorobots die je lichaam overnamen, weet je wel? De hele zwerm van die nanorobots en weet ik wat. En dat boek kwam, dat is een science fiction boek. En Prins Charles had dat gelezen. Ik heb niks tegen Prins Charles, een aardige man hoor. Maar ik was in Engeland op een congres en toen had Prins Charles, die stond in de krant. En die had gezegd, ik heb dat boek gelezen, die nanotechnologie, dat is zo gevaarlijk. Daar moet je onmiddellijk mee stoppen, want die kunnen in je lichaam binnendringen en zo. En toen zei die Engelse collega met een bekende Engelse humor in Cambridge, die zeiden, let's stay with our own expertise. Ja, mooi. Ours is science.
En Prins Charles' expertise is fox hunting en playing polo. Dat was misschien niet zo aardig bedoeld, maar wel een beetje spijker op de kop, denk ik. Ja, je moet dus bij, het is heel vertrouwen belangrijk. Op je expertise. Vertrouwen op je expertise. En niet alleen je eigen, maar natuurlijk gewoon van precies, de hele en ook wetenschap. Van anderen. Ja. En, maar ook de risico's in kunnen inschatten. Hè? En niet alleen op basis van meningen en wat dan ook. Ja. Dat is onze taak aan universiteiten, dat je gebaseerd op feiten, op inzichten, op wetenschappelijke vooruitgang, et cetera. En ook een goede inschatting van risico's en een risicoanalyse doen. Ja. En zo trainen we onze studenten ook. Ja, ja. Ja, je bent natuurlijk een wetenschapper en universitaire docent en dergelijke. Maar je bent dus ook op een gegeven moment, dus door die Nobelprijs te winnen, ook gewoon een personality geworden eigenlijk, hè? Je bent toch gewoon een bekende Nederlander geworden. Ja. Heb je daaraan moeten wennen of zo? Is dat lastig voor jou geweest om in één keer in de spotlight ook te staan? Ja, dat was wel even wennen. Ik kwam natuurlijk wel vaker in, ik was al op tv geweest en ik ging veel naar congressen en zo en wat dan ook. Dus ik was wel gewend om in de wereld op te treden. Maar als je dan in één keer bekende Nederlander bent. Dat is wel even wennen. Ik benijd niet altijd die mensen daar in Hollywood of die popsterren, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Nee. Nou, wat ik de afgelopen jaren meegemaakt. Maar het is ook fantastisch. Het is natuurlijk de spontane reacties, en vooral hier in Noord-Nederland en zo, hè, de trots van die je meekrijgt van, goh, dat is toch een jongetje van een boerderij ergens achter bij de Lemietweg in Bargen Kompaskum, verre weg in Nederland. Kan bijna niet aan de Duitse grens. En die wordt dan op deze manier de beste van de wereld in wetenschap, in je vakgebied, et cetera. En mensen zijn er ook heel trots op. Je krijgt waanzinnig spontane, mooie reacties, et cetera. Dat is hartverwarmend, hoor. Maar het is wel even wennen. Kijk, ik was de afgelopen weken in China en dan geef je daar lezingen aan universiteiten. En dan heb ik een anderhalf uur een lezing van een uur en een anderhalf uur discussie. En daarna nog anderhalf uur handtekeningen en selfies. Yeah. En dan komt er zo'n studenten naar mij toe. Ja, my mother said you cannot come home anymore if you don't have a selfie with him. En dan staat er een rij van een paar honderd. Ik denk dat dat mensen hier ook gaat gebeuren zo meteen. Nee, maar dat soort dingen. Mensen al die glunder, die hebben de boekjes al klaar. De stiftjes die worden. Een werkelijk schitterend, aandoenlijk moment was toen ik reis meestal per trein. Want ik moet vaak natuurlijk naar het westen en zo. En dan met de auto is geen doen. En in de trein kan ik mooi werken. Dus ik was Groningen nog niet uit. Ik was net voorbij Haren. En toen kwam een mevrouw die mij voorbij gelopen was. Die kwam weer terug, ging naast mij knielen. En die zegt, mag ik even een selfie met u nemen? Want ik wil mijn man even jaloers maken. Nou, dat was wel een mooi moment. Je man jaloers maken. Ja, mooi. Ja, mooi. Maar dat zijn hele leuke reacties. Heel hartverwarmende reacties. Ja. En het is ook echt mooi. En ja, ik vind het ook wel fijn, omdat ik probeer, één ding heb ik mij opgenomen, die wetenschap uit te dragen. Ja en dat doe je natuurlijk op deze manier. Ja, goed. Nou, ik heb een stichting opgericht. De Veringa Foundation. Dat valt onder de paraplu van de universiteit. En daar gaan we naar scholen toe. 'S Morgens naar een basisschool en 's middags naar de middelbare school. Dus onlangs waren we in Assen bij het Nassau College. En dan gaan we eerst naar een basisschool en dan doen we eerst een soort college tour. Weet je wel, discussie met de leerlingen en zo. Die krijgen ook allemaal vragen, kunnen ze dan bedenken. En daarna, en dan neem ik altijd een team mee van een stuk of 8 studenten, promovendi. Ja. En dan doen we daarna allemaal proefjes in de klassen. En dat is fantastisch, jongen. Ja. Die kinderen zijn zo super enthousiast. En als je met ze proefjes doet en, oh, 3 meisjes. Oh, wij krijgen een mooie blauwe kleur. En moet je die jongens eens kijken. Die hebben een vieze rode kleur. Ja, ik zeg, jullie hebben het goed gedaan. Die jongens die hebben een beetje te veel bij elkaar gegooid. En dan krijg je dat soort mooie dingetjes. Of zo'n meisje van 6, die, professor, die nano-autootjes van u, staan die wel eens in de file? Dat is echt fantastisch. En om de leerkrachten een hart onder de riem te steken en om de contacten met die scholen en zo, ik vind dat ontzettend belangrijk. Maar ik geef ook vrij veel publiekslezingen en zo, om duidelijk te maken van waarom onderwijs en wetenschap en ook fundamenteel onderzoek, waarom dat zo belangrijk is voor onze toekomst. Ja. Je had het net al even genoemd, hè? De boerderij in Bargen Kompaskum, Zuidoost-Drenthe. Op 700 meter afstand van de Duitse grens. Ik ben even wezen kijken. Je bent er geweest. En daar kunnen we nu even naar gaan luisteren. In die boerderij is Ben geboren, op dat schilderij. Oh ja. Maar die is 25 jaar geleden is deze boerderij afgebroken toen mijn vrouw en ik hier kwam te wonen. Oh, dus het is niet dezelfde boerderij, maar wel dezelfde plek. Dezelfde plek. Alleen hier is een nieuw huis opgebouwd. Want toen mijn vrouw en ik hier 25 jaar kwam wonen, toen moest er zoveel aan de oude boerderij gebeuren. Ja. Waar Ben opgegroeid is en waar ik opgegroeid ben, dat we hebben besloten om nieuw te bouwen.
Ja, want jij Ruud, jij bent broer van Ben. Ik ben een jongere broer van Ben. Er zit nog een aantal stuk of 4, 5 zussen tussen. Groot gezin, hè? We hebben een heel groot gezin. We komen uit een gezin met 10 kinderen, waar ik een van de jongsten ben. En Ben is een van de oudsten. Hoe was Ben als jongetje? Oh, Ben, die was, hij was altijd heel betrokken. Hij was geïnteresseerd in de boerderij, maar ook in de broers en zussen. Toen hij op zijn 18e naar Groningen ging. Maar hij kwam in het begin eerste jaar en elk weekend thuis. Later 1 keer 2 of 3 weken. Maar hij was altijd heel betrokken met zijn broers en zussen. Ging dingen ondernemen ook. En hij kwam regelmatig graag hier naartoe. Want hij had wel het gevoel dat hij altijd nog een beetje bij het dorp en bij de boerderij hoorde. Ja. Nou, hij komt nog steeds af en toe wel hier naartoe. Want hij gaat de hele wereld over. Maar ook hier in Bargen. Maar zo af en toe dan komt hij gewoon door de week een keer om avond. Hij zegt, ik moet een keer weer naar het dorp. Komt hij hier gewoon naartoe. En dan wil hij even naar de boerderij proeven. Even hier rondkijken. Dat vindt hij leuk. Want ooit toen hij jong was, toen zei hij van, ik wil zelf eigenlijk wel boer worden. Maar ja, toen was mijn vader nog jong. En mijn vader zei, er komen nog zoveel jongere kinderen. En gaan jullie eerst maar studeren. Ik kijk later maar. En toen is het er nooit meer van gekomen. Ja, ja, we hebben natuurlijk een geweldig en uniek pad afgelegd. Tot en met een Nobelprijs aan toe. Ja, ik kan me voorstellen dat we wel trots zijn. Trots broertje. Iedereen is trots op Ben. Hij was altijd heel fanatiek bezig met zijn werk, met zijn scheikunde. En hartstikke goed. En wij dachten wel eens van, misschien krijgt Ben wel een keer die prijs. Maar er zijn zoveel wetenschappers goed en actief bezig in Nederland. En we zijn voor 2016 wel eens van, misschien dat Ben die prijs een keer krijgt. Maar die laatste 2 jaar hebben we er nooit meer bij stilgestaan. En toen was het eigenlijk als een soort verrassing van, hij kreeg die prijs. Ja, was heel bijzonder. Ja, schitterend. Heb je een leuke vraag voor me? Iets waar ik zelf niet op kon komen? Ik weet het niet. Ik vind het knap dat hij altijd nog zo enthousiast en gedreven is. Hoe lang houd je zoiets vol? De meeste mensen die de 65 gepasseerd zijn, die trappen een beetje op de rem. Die doen wat rustiger aan. Maar ik heb het gevoel dat Ben, die gaat nog altijd 100% door. Misschien 120%. Hij heeft ook een uitstraling van een 50er. Dus hij is altijd heel enthousiast. Misschien komt het ook wel dat hij altijd veel met jonge mensen optrekt. Maar ik vind het knap wat hij doet op deze leeftijd nog. Dat hij de 70 gepasseerd is en nog zo fanatiek bezig. Ja. Wat was ook alweer de vraag nu? Hoe lang hou je zoiets van, ik vind het knap. Hoe lang hou je dit nog vol? We wachten maar af, we zien hier wel hoe lang hij nog volhoudt. Ja. Broertje Ruud. Ja, fantastisch. Ja, 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 ja. Ja, ik ga dit weekend er naartoe. We hebben familiereunie op de boerderij. Dus dat wordt heel mooi. Nou, dat hoor ik wel. Ja. Op, ja. Ja, 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 ja. Ja, je hoort dat toch een beetje bij, bij het dorp. Ja, ik vond het altijd prachtig. Want ik wilde vroeger boer worden. Want ik was qua jongen was ik altijd bij mijn vader op de boerderij. Alle zomers en de weekends en zo. En ik vond dat heel mooi. En ik vroeg mijn vader ook werkelijk de oren van zijn hoofd, weet je wel. Want ik wilde alles weten en ik vond het prachtig. En we hadden eindeloze discussies. En mijn vader en moeder, die waren eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen, ze zijn nu beide overleden, maar die waren ook wel heel slim. Want zij hadden ook wel graag willen leren. Ik weet dat mijn vader wel graag onderwijzer had willen worden, maar voor de oorlog, ja, hij werd boer, weet je wel. En die mogelijkheden waren er niet. Ik wilde alles graag als kind, alles graag weten. Ik las allemaal boeken over avonturiers, ontdekkingsreizigers. En je moet voorstellen, ik ben nu wetenschapper al sinds jaar en dag en wij gaan voortdurend over de grenzen van ons weten, hè, in niemands land. En toen ik daar aan de Duitse grens woonde, wat was het allermooiste dat wij achter ons land, want we wonen maar een paar honderd meter van Duitsland, over de grens gingen en daar was grote wildernis. Kilometers, kilometers wildernis. Het grote Bhutanga-moeras, zeg maar. En dat was toen nog illegaal in de 60 jaren. En wij gingen stiekem de grens over. En mijn vader vond alles best. He, want als er zo'n Duitse marechaussee langskwam, dan gaf hij zijn sigaretje en stak een sigaretje op en hij zei, goh, lekker weer en mooi en weet ik wat. En dan snipten wij ze achter hun rug om de grens over. Dus over grenzen gaan, ontdekkertje spelen en zo, dat zat er toen al vroeg in. Ja, mooi. En ik ben toen naar Groningen gaan studeren. Dat was fantastisch. En toen is dat een beetje beïngeschoten om dan boer te worden. Want mijn jongere broer werd boer. Maar ik heb wel een fantastische jeugd gehad. En ik ga inderdaad heel graag naar Zuidoost-Drenthe. Als ik daar, ik heb daar natuurlijk niet elke weekend tijd voor, maar als ik af en toe pak ik de auto en dan rijd ik de Hondsrug af. Of op de fiets ook wel. Hè? En als ik met de auto ga, dan zet ik altijd schoon. Als ik het dorp uit ben, dan zet ik de piratenzender aan. Want je weet, in Zuidoost-Drenthe en in Oost-Groningen, daar draaien ze graag de piratenzenders. Ja. En wanneer heb ik daar tijd voor? En het is fantastisch dat uurtje naar Bargh-Kopas rijden. Naar Emmen om even keihard met de vlam in de pijp of een paar andere mooie oude klassiekers. Ja, he? Dat zie ik wel helemaal voor me. Ja. Met de vlam in de pijp, ja, prachtig, ja. En dat opgroeien daar, want ja, het staat er dan ook wel een beetje bekend. En dat merk ik nu ook, nu ik zo spreek. Ook nuchter en zijn Nobelprijswinnaar, maar ook gewoon een nuchtere boerenzoon. Is dat opgroeien daar in Zuidoost-Drenthe, wat voor invloed heeft dat op jouw persoonlijkheid? Dan, ja, dat vormt je dat
natuurlijk wel. En zeker als je in een gezin opgroeit waarin je 10 kinderen hebt en 6 jongere zussen, ook niet op een mondje gevallen. Mm. Dus dat was ook was bij ons altijd heftige discussies thuis. Hè? Dan moet je wel een beetje wapenen. Ja, maar dat was ook heel goed. Hè? Dat sterk je ook. Hè? Dat je gewoon heftige discussies hebt over politiek, over geloof, over de wereld. En dat was allemaal fantastisch. En ik moet zeggen dat ik daar, en ook vrienden in de buurt en zo. En dat was heel goed. En het vormt je inderdaad wel. En ook op zo'n boerderij. Ja, je moet jezelf beduipen, hè? Ik bedoel, wij waren toen bijna volledig, toen ik klein kind was, bijna volledig zelfsupporting. We hadden een grote moestuin, we hadden kippen, we hadden varkens, we hadden kalfjes. Iedereen had zijn taak, hè? Ja. Dus een paar maanden lang moest ik de kalfjes voeren. Dan moest ik de kippen verzorgen. En mijn broer moest de kalveren doen of de varkens. Of we moesten mee op het land helpen. En dat is ook wel heel mooi. Daar leer je wel. Je leert met de seizoenen om te gaan en met de natuur. En wij werden ook wel uitgedaagd. En dat kwam natuurlijk op middelbare school toen. Toen begon er ineens voor mij een hele nieuwe wereld open te gaan. Want ik zat in Emmen op het KDC. Dat was fantastisch. Wij hadden een scheikunde natuurkunde. Ik was echt wel een beta-jongetje. En ja, toen werd ik ineens helemaal, ik vond het geweldig, hè, die beta en een beetje moeilijke sommen en zo. En vooral de proefjes doen met scheikunde. Dat is ook de reden dat ik scheikunde ben gaan doen. Ja. En de vraag even van, die vraag moeten we niet vergeten van Ruud. Hoe lang hou je dit nog vol? Nou ja, die vraag kun je ook aan een muzikant stellen of een artiest of een kunstenaar of zo, of een schrijver. Hoe lang hou je dat vol? Want zo voelt het af en toe. Hè? Wij componeren moleculen. Wij maken nieuwe dingen in het laboratorium en doen ontdekkingen. En dat kun je heel lang vol. Ja, je bent ook steeds grensoverschrijdend. Ja, precies. Steeds verder, nieuwe dingen ontdekken in gebieden waar niemand komt. Ja. Ik was de laatste 3 weken heel veel in het buitenland op reis en zo, voor allemaal lezingen en zo. Dan kom ik gisteren weer in het lab. En dan komen er toch studenten naar mij toe, promovendi en zo. En die hebben toch iets nieuws ontdekt. Hè? Dus dat is toch fantastisch om zoiets iets mee te maken. En ik heb een hele bevoorrechte baan. Het is hard werken. Het is ongelooflijk concurreren. Want je moet je voorstellen, ik concurreer niet alleen met collega's in Nederland, maar met Amerika, met Engeland, met Japan, met China, met de hele wereld. Want scheikunde en wiskunde en natuurkunde, dat is over de hele wereld natuurlijk. Dus ik moet concurreren met de mensen om Harvard en Stanford en noem maar op, de beroemde universiteiten in Tokio. En daar zitten ook geen domme mensen, dat kan ik je wel vertellen. Nee, dat zal wel dus zijn. Het is fantastisch om daarmee in competitie te zijn. Dus je moet proberen toch slim te zijn. En ik heb gewoon een fantastische baan, want ik heb het privilege dat ik elke dag met al die getalenteerde jongens en meisjes mag werken. En dat is een groot voorrecht, dat kan ik je wel vertellen. En als je dan gezond bent, dan kun je dat heel lang volhouden. Want zij komen ook met waanzinnige vragen, met creatieve ideeën en zo. Het is niet zo dat ik het allemaal doe, hè. Wij stimuleren elkaar enorm, hè? Ja, tuurlijk. Ja, en proberen als team te opereren. In de omgeving, natuurlijk. En ik heb mensen uit 13 verschillende landen in mijn team, hè? Ja, dus hoe lang hou je dit nog vol? Lang nog. Als je gezond bent, dan kun je het heel lang volhouden. En je moet er lol in hebben. Als je nog energie van hebt. Volgens mij wel goed bij jou. Als je er plezier in hebt en je krijgt er energie van en je gaat niet constant met een zucht naar huis van, oh god, ik sleep mij naar mijn werk. Ja. Het is ook, net als een kunstenaar, het is ook een soort passie, hè? Ja. En ik denk dat ik, maar kijk, ik moet ook reëel zijn natuurlijk. Jaartje ouder. Het wordt op een gegeven moment natuurlijk wel een beetje meer. Ik ben nu 73. Ja. Ja, weet je wel? Op een gegeven moment wordt het misschien toch wel een beetje minder, of niet? Peper het er maar in. Maar ik denk dat. Is het iets waar je dan ook wel eens mee bezig bent in je achtervolging? Ja, ik zit wel over na te denken van wat wil ik eigenlijk de komende jaren nog? En ik ga echt niet tot na mijn 80ste door. Zoals in Amerika, dan zie ik daar hoogleraar en die zijn al bijna tegen de 90 en die zijn nog steeds heel erg met onderzoek bezig en zo. Ja, en die worden ook gewoon presidentskandidaat en zo. Ja, het is wel goed. Nou, ik heb geen politieke ambities, gelukkig. Maar er is wel een wetenschap, vacature, hè? Wetenschap kun je lang volhouden. Maar je moet ook reëel zijn. Dus ik ga ook wel de komende jaren gewoon wat afbouwen. Ja. Dat moet ook wel. Ja, het is niet alleen gewoon dat je zeg maar de hele tijd zo bezig bent op dat niveau. Maar je bent ook vet veel aan het reizen. Ja, je bent vet veel aan het reizen. En je moet natuurlijk geld, want wij hangen natuurlijk van subsidies aan elkaar. Ja. Dus ik moet geld bij de ministeries, bij de bedrijven, bij Brussel. Ja, om het onderzoek. Een onderzoek is duur, hè? Om een lab draaien dan, zoals mijn groep, dat kost je een paar miljoen per jaar. Hè? Ja. En dat is geen sinecure. En dan moet je inderdaad al die lezingen, alles voorbereiden. En de commissies waarin je zit, al dat soort dingen.
Er komt veel op je af. Maar ja. Dat is ook geen probleem, ja. Ik ben even en langs. Ik heb een hele goede secretaresse. Die komt uit Hoge Zand. Die is fantastisch. Ja. Ja, komt oorspronkelijk uit Emmen. Dus die begrijpt mijn accent ook precies. Ja. Maar die weet ook precies. Maandagmorgen gaan we altijd even een half uurtje zitten om 8:30. En dan begint ze met een lijstje. Want er komen weer zoveel uitnodigingen en allerlei verplichtingen en zo. En ze begint altijd te zeggen met nee is ook een antwoord. En dat is heel verstandig. Je maakt een prachtig bruggetje, Ben. Oké. Hoe is het om zo close samen te werken met de Nobelprijswinnaar Ben Vieringa? Ja, nou ja, weet je, ik zie hem niet echt als zo'n Nobelprijswinnaar. Ik zie hem gewoon als een hele drukke professor die veel weg is en waar veel voor gereisd en geregeld wordt. Ja, jij bent secretaresse van Ben. Dus ik zie het ook hier. Ik kijk een klein beetje mee op je computer, maar ik zie hier ook een agenda voor staan. Nou, die puilt werkelijk uit, hè? Ja, dat klopt. Het is wel echt puzzelen soms om dingen voor elkaar te krijgen. En ik heb al een vast mantra waar ik elk overleg met Ben mee begin. En dat is nee is ook een antwoord. Hij luistert niet altijd, maar het is, het moet soms. Ja, je moet toch aan het goochelen om alles erin te passen. En hij vindt alles belangrijk. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat je zo gepassioneerd daarin bent. Maar ja, soms moet je toch echt keuzes maken. Je zegt dan tegen hem nee is ook een antwoord. Maar ik zeg Ben, we gaan het toch doen. En dan zit jij weer met je allemaal kleurtjes in je agenda. Gewoon kijken van hoe gaan we dit rondbreien? Ja, klopt. Hij wordt heel veel uitgenodigd. Dus de afgelopen dit jaar alleen al is hij in China geweest, in Amerika geweest. Hij gaat straks in november naar Zuid-Afrika. Hij gaat, ja, noem het maar op. Het is echt, en zit nu in Boedapest. Dus ja, het is echt, ik zou het niet kunnen volhouden hoe die doet. Ik weet het niet, maar het is echt wel heftig. Ja. Ja, het is dat gewoon tomeloze energie en passie dan waarschijnlijk. Hoe zou jij hem omschrijven als persoon? Ja, inderdaad. Heel energiek en heel passievol naar alles. Hij is ook heel erg bezorgd, zeg maar, om mij, bang dat ik te veel op mijn bordje krijg, terwijl hij alles moet doen. Ik regel het alleen achter de schermen een beetje. Dus voor mij is het echt, dus dat is wel ook wel echt vriendelijk en ook geïnteresseerd in anderen. Hey, en heb je ook een leuke vraag voor Ben? Omdat hij natuurlijk zoveel aan het reizen is en zoveel weg is en zoveel als hij niet weg is, alsnog hier op het lab is van, waar geniet je nou echt van als je vrij bent? Als je ook gewoon niks met het werk doet of niks moet schrijven of wat dan ook. Waar geniet je van? Lijkt me wel interessant om te weten. Ja. Dat is een hele mooie vraag, Chantal. Ja, dank je. Dankjewel. Die gaan we stellen. Ja, Chantal. Ja, ontzettend lief. Vrijdagavond kwam ik om 10:30 thuis, uit Boedapest. Nadat ik 3 weken op reis geweest was bijna. En toen was het wel heerlijk om gewoon even alles van me af te laten glijden. En dit Pinksterweekend door te brengen met mijn echtgenote Betty en met de kinderen en kleinkinderen. Dus wij hebben een huisje in Friesland, dat Snekkermeer. En toen zijn we met z'n allen naar Friesland gegaan. En we hebben daar, want ik was zaterdag ook nog jarig. En toen hebben we daar mijn verjaardag gevierd. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. En we hebben daar heerlijk ontspannen. We zijn wat water op geweest, wat gezeild en gebarbecued. En het was fantastisch om even alles los te laten. En gewoon te voetballen met mijn kleinzoons van 3 en 5 en samen te genieten. En dat is ook wel heel fijn. En dat is ook heel belangrijk dat je dat doet. Hè? Dat je tijd hebt om even alles los te laten en gewoon wat quality time te besteden aan je gezin en zo en je familie. En net zoals ik het komende weekend mij verheug, zaterdag en zondag hebben we die reunie van de Veregas. Die groep is nog een stuk groter, dat kan ik je wel vertellen. Maar dat wordt vast supergezellig in Barge Kopaskum aan de Limietweg. En verder geniet ik heel erg van, daar vreug ik me elke keer op als ik op reis geweest ben of wat dan ook. Of ik ben een hele week druk geweest in het lab, want vaak 's avonds moet ik van alles voorbereiden en zo. Of ik kom laat thuis. Om zaterdagsmorgens even in de tuin te gaan. Want ik woon in Paterswolde en wij hebben een grote moestuin. En ik heb nog een weiland met een pony en een stukje bos. En dan ga ik gewoon even een ochtend of de dag zaterdags in de tuin bezig. Wat schoffelen, et cetera. Alleen nu, afgelopen zaterdagmorgen, kwam ik dus in de tuin. En toen kwam ik even later kwam ik in de kamer, in de keuken, sorry, om een kop koffie te drinken met Betty. En toen zei ze, wat kijk je bedroefd? En toen zei ze, ja, ik heb 3 weken geleden had ik zulke mooie slaapplantjes en worteltjes en van alles.
hè, tot zonnebloemen en van alles gezaaid. En al die kleine plantjes die kwamen er net uit. En nu was alles weg en alles opgevreten door de slakken. Dus ik was heel erg bedroefd. Dus ik word niet alleen bedroefd als een proef mislukt in het lab, maar ook als ik zie hoe moeder natuur uitbundig bezig is. En daar kan ik ontzettend van genieten. Dus ik dacht ook, ach, weet je, de Albert Heijn is om de hoek en die slakken die hebben een mooi feestmaal gehad. Maar het is wel een beetje triest als je er zoveel energie in gestapt hebt. Maar ik geniet ontzettend van moeder natuur. Dat begrijp je wel. We hebben ook prachtige natuur achter ons huis. En in Paterswolde wonen daar in die omgeving en zo. Noord-Drenthe is natuurlijk sowieso fantastisch. Hè? De Drentse A en al die mooie gebieden. Maar het meeste is wel even wat tijd voor eigen gezin. Mooi, ja. Ja, en je vertelde al met voetballen en zo, maar je hebt ook de Elfstedentocht geschaatst. In 1997 heb ik gelezen. Ja, ik heb de laatste Elfstedentocht geschaatst. En dat was wel heel mooi, ja. Want dat was de eerste week van januari volgens mij, als ik me goed herinner. Ja. En ik had in de kerstvakantie wel een aantal keren geschaatst. Dus ik had een beetje geoefend. Ik schaats sowieso wel, sminters ga ik af en toe een keer naar elkaar dingen of zo. Want ja, dat schaatsen op het natuurreis, dat is de laatste paar jaar niet zoveel meer. Maar schaatsen is wel iets wat, dan stopt het op het lab. Hè? Dan hou ik op. Als er echt een natuurreis is, dan ga ik naar Friesland of waar dan ook. Ja. Dan gaat het lab voor mij even dicht. Ja, dan moeten die spiertjes en dat is fantastisch. Oudertjes moeten maar even dan moeten ze maar even wachten. En dan gaan de ijzers om. Dan gaan de ijzers onder. En toen heb ik de Elfstedentocht geschaatst. En dat was wel een mooie, dat was wel een onvergetelijke happening, hoor. Het is natuurlijk wel een tijdje geleden, maar ik kan me voorstellen dat je jezelf dan ook echt even tegenkomt. Dat je denkt van, oh man, ik moet echt maar waar haal je dat dan vandaan? Zo van die maar ik wilde gewoon. Je wilde gewoon het kruisje. Ja, maar dat is ook een beetje, want je vroeg zo pas over hoe was dat in Barkopas opgroeien. Kijk, aan de Limietweg, dat was geen openbaar vervoer. Ja. Als je Emma naar school wilde, 15 kilometer fietsen. Daarom fiets ik nu nog steeds zo'n stuk. Ja. Mijn moeder zei, jullie fietsen maar. Je gaat naar de school, er is geen keus. Ja. Dus wij fietsten en ik ben ook met die Elfstedentocht. Ja, ik had mijn zin erop gezet van, gewoon, ik zal dat halen. En gelukkig was mijn conditie goed en dat ging dus ook wel goed, ja. Ja. De doorzetter, die komt natuurlijk daar gewoon uit het Drentse Veen. Die is daar gewoon geboren, toch? Ja, je moet dat natuurlijk ook niet te overdrijven. En zo. Nou, ja. Maar met een beetje wilskracht kom je een heel eind in het leven, hoor. Ja, met een beetje wilskracht kom je een heel eind in het leven. Is er trouwens op dit moment een vraag ergens uit de zaal? Heeft iemand zin om iets toe te voegen aan dit onder onsje? De klompen. Dat kan, maar wilt u dan even naar de microfoon toe gaan? Heb je ook klompen? Heeft hij ook klompen? Ja, ik heb klompen. Als ik zaterdags in de tuin ben, dan heb ik altijd klompen aan. Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid op een boerderij met klompjes aan. Dus ik heb inderdaad, dat vind ik heel erg prettig. Als ik buiten in de tuin, in de modder of wat dan ook. En ook als het wat koud is in de herfst en zo. Dus heel fijn om klompen aan te hebben. Ja. En ik ben er ook aan gewend. Je moet er aan gewend zijn. Hè? Want anders doe je voeten pijn en dan krijg je blaren. Ja. Maar voor mij is dat geen probleem. En bovendien gebruik ik die klompen ook wel als ik lezingen hou. Dan neem ik vaak een paar klompen mee. Ja, en er staan ook een paar klompen in het Nobelmuseum. Ja, ik heb dus klompen aan het Nobelprijs. Ik heb twee dingen geschonken aan het Nobelmuseum in Stockholm. Dat is een paar klompen, mijn klompen van de boerderij van vroeger. En die klompen staan trouwens ook in het Klompenmuseum in Eelde. Ik mag geen reclame maken, maar ga er eens een keer kijken. Voor het Klompenmuseum mag je best reclame maken. Heb ik ook klompen voor geschonken. Maar in het Nobelmuseum in Stockholm staan ook een paar klompen. En dat komt omdat... En het karretje van Strating. Ik heb een replica laten maken van het autootje. Ja, dat is een elektrisch autootje. Hier in Groningen. Ja, in Groningen ontdekt. Maar die klompen, dat is heel bijzonder. Want dat staat natuurlijk symbolisch voor mijn jeugd. En ook voor Nederland, denk ik. Want mensen associeert Nederland toch vaak met tulpen, klompen en windmolens. Maar belangrijker nog, ik heb mijn hele carrière, wetenschappelijke carrière, bezig gehouden met symmetrie, met spiegelbeeldsymmetrie. Ja. Links en rechts. En als je een motortje wil maken, dan moet je één kant op draaien. Hè? Linksom of rechtsom. Dat was het fundamentele probleem. Je kunt wel iets laten bewegen, maar als het beide kanten op kan draaien, evenveel, dan kom je nergens. Dus we moesten of rechtsom of linksom. En dat heeft te maken met die spiegelbeeldsymmetrie. En nou wil het geval dat alles in jouw lichaam, of het nou je DNA is van je erfelijke eigenschappen, je eiwitten, al die essentiële moleculen, die bestaan uit één spiegelbeeldvorm. Dat wordt heel vaak een handtekening van het leven genoemd. Een van de grootste mysteries. En daar heb ik mijn hele carrière mee bezig gehouden, met het mysterie van uitsluitend rechtshandig of uitsluitend linkshandig. En hoe kun je dat nou mooier voorstellen als met klompen? Ja? Rechts en links. Iedereen begrijpt, dat is rechts en dat is links. En ik zeg, het onderscheid tussen links en rechts, dat is niet zo makkelijk, hè? Iedereen maakt wel eens een fout, hè? Dat je in de verkeerde schoen stapt en zo. Maar als je als kind
één keer in de verkeerde klomp stapt, dan doet dat zoveel pijn dat je voor de rest van je leven het verschil tussen links en rechts weet. Ja, dat is mooi. Dankjewel. Mooie ja, vraag. Prachtige vraag. Heeft u ook klompen, ja. Hey, ja. We nemen dit natuurlijk op hier in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen. Prachtige setting. Hoe was jij als student eigenlijk? Hoe was ik als student? Ja, was je excellente student? Of hoe was je, toen? Of zat je veel in de kroeg? Ik weet niet. Ik was misschien wel een beetje een brave student die gewoon goed regelmatig studeerde. Maar ik heb hier achter dit tafeltje gezeten, hè, toen ik mijn proefschrift moest verdedigen hier in deze zaal. Hè. Dus dit is wel weer een beetje confronterend. Want hier zat ik. Hier zaten dan al die hoogleraren. En daar zat het hele lab. En dan moet je proefschrift verdedigen, hè. Dat is wel goed gegaan. Dat is wel goed gegaan, ja, ja, zeker. Hoe was ik als student? Nou, ik vond scheikunde gewoon geweldig. Ja? Dus ook de verschillende aspecten van scheikunde en zo. Dus ik vond het echt leuk. En het begon voor mij echt te leven toen ik zelf onderzoek mocht doen. En dan mag je dus zelf in een groep kiezen en dan mag je experimenten doen en zo. En ik koos voor professor Wijnberg. En ik weet niet of mensen zich hier professor Wijnberg herinneren. Legendarisch figuur in Groningen. Ja? Die zat ook in de universiteitsraad en die had die ongelooflijke markant figuur. En dat is de opa van Rob Wijnberg. Ja, van Rob Wijnberg. De oprichter van de correspondent. Ja, precies. En een van de original Inglourious Basterds. Hè? Toch Wijnberg, dat is op hem gebaseerd. Kijk op het web. Daar vind je de Canadese film The Real Inglourious Basterds. En ik weet nog wel dat ik een onderwerp kreeg. Dat was iedereen in het lab zei, dit is onmogelijk. En Hans Wijnberg zei tegen mij, jij kunt het. We will make the Americans jealous. Mooi. Nou, dat was aan mij wel besteed, want ik was zo'n eager jongetje die wilde gewoon ontdekkingen doen. Ja. En hij daagde mij ongelooflijk uit. Hè? Nou, het is tijdens mijn masterstudie nooit gelukt. Maar tijdens mijn promotie heb ik er nog wel iets moois van weten te maken. En een aantal hele mooie dingen gedaan. Maar Wijnberg was dus, en dat heb je denk ik ook wel nodig als je een beetje een eager beaver bent, zoals ik toen was als student. Ik vond het gewoon mooi om onderzoek te doen. Dat iemand die geweldig uitdaagt, hè, en die ook probeert de lat een beetje hoog te leggen. En Wijnberg was zo iemand. Ja, die stuurde mij ook als promovendus naar Amerika. Ik was nog nooit bij wijze van spreken nog nooit in Groningen geweest. Ja, een keer op vakantie in Duitsland met vrienden en zo, dat soort dingen. Maar hij zei, het wordt wel tijd dat je eens een keer naar Amerika gaat. Dus ik was promovendus, ik had wat eerste publicaties. En toen stuurde hij mij naar Amerika. En dan belde hij op met zijn collega's in Princeton en University of California. En dat soort universiteiten, topuniversiteiten. Want hij kende die lui allemaal. En hij zei, I have a student here and he should give a lecture at Princeton. Nou, ik zou je vertellen als jongetje uit het noorden van Nederland. Ga er maar aan staan. Dan shake je wel even. Want dan zit je daar in een grote zaal. Ja, met al die kopstukken op de eerste rij. Al die beroemde professoren die je alleen maar kent van de boeken. En dat waren allemaal kwalifeeën. En dan mag je daar een lezing houden op Princeton. Nou, dat was wel even slikken. Ja? Maar dat was fantastisch. En dan word je snel groot hoor, dat kan ik je wel vertellen. Dus het was een heel bijzondere ervaring. Maar dat was even slikken, maar dan kijk jij in de spiegel en denk ik, kom op Ben, dit als Wijnberg denkt dat ik het kan, dan moet het ook kunnen. Ja. En dan ga je er gewoon voor. Prachtig. En we wisten dat we hartstikke mooi onderzoek hadden en dat we ook mooi resultaten. Dus die Amerikanen waren ook echt, die vonden het ook van mooi. En als je dan complimenten krijgt van broer de hoogleraar daar, nou dan weet je dat je wel goed zit, ja. Dus dat was een geweldige stimulans. Maar ik raad je aan om die film eens te bekijken van de Real Inglourious Basterds. Want dat is opgenomen. De laatste opnames zijn gemaakt op de dag dat hij overleed. Zo, ja. Dus heel bijzonder, ja. Ja. Nou, dat is ook een Tarantino versie. Die, maar die Wijnberg, we gezien, daar kan die, ik die, een hele dag over praten. Was een heel bijzonder mens. Ik denk dat we daar een keer een andere podcast over moeten maken. Ik heb iemand gesproken uit jouw studietijd. Dat is wel even leuk om daar nog even naar te luisteren. Oh. Had je toen ook al een beetje een beeld van hem? Was hij iemand een beetje toen zo in die scene? Hij was wel, hij was heel serieus en eigenlijk ook vrij stil. Hij was niet echt een opvallende persoon, maar wel een heel hardwerkende chemicus. Je zou zeggen, echt een boerenzoon. Niet te veel poeha, bescheiden. Oh ja. Is dat ook nog steeds zeg maar, zijn kwaliteit, denkt u? Ja, het feit dat hij zo gewoon is gebleven. En zo toenaderbaar door iedereen is natuurlijk zeer opmerkelijk. Er zijn veel Nobelprijswinnaars, daar kun je eigenlijk geen goed gesprek meer mee voeren. Die vinden zichzelf zo belangrijk. Dat is vreselijk. Maar hij is daar een hele nuchtere Drent doorgebleven. En zeer te waarderen. Je ziet ook dat je kent bijna niemand die niet grote bewondering voor hem heeft. Ook de wijze waarop hij spreekt of op de radio of de televisie is allemaal heel gewoon. Geen poeha.
Ja, geen poeha. Ja. Ja. En nou is Ben 70, hè? Je bent nooit te oud om te leren, toch? Wat is iets waarvan je denkt, nou, als ik dit dan nog zou kunnen bijleren of zo, dan is het helemaal te gek. Ik denk wat hij nog moet leren, is de wijze waarop je uiteindelijk met de chemie en de opleiding van jonge mensen stopt. En dat hij geniet van wat hij allemaal heeft bereikt. En dat hij niet ervoor zorgt dat hij continu toch een verantwoordelijkheid voelt om het zo goed mogelijk te doen. Ik denk dat dat hetgeen is wat hij nog moet leren. Je wil genieten van wat je allemaal hebt bereikt. Daar de tijd voor nemen. Neem tijd voor je kinderen en je kleinkinderen. Doe dat wat je nog wil doen. Maar blijf niet dag en nacht verantwoordelijkheid voelen om alles te doen voor de chemie in de wereld en in Nederland. Heel mooi gezegd. Heeft hij ook nog een vraag voor Ben? Ik had er eigenlijk twee. Dat mag ook. De ene is, beste Ben, waar ben je het meest trots op? En de andere is, als je nu opnieuw zou moeten beginnen, waar zou je dan voor kiezen? Ja, dat is Bert Meijer. Ja, Bert Meijer. Bert Meijer was, dat moet ik even uitleggen, dat was een grote vriend van mij. En wij hebben zo'n clubje van studievrienden die allemaal in die tijd in Groningen studeerden. Bijna ook allemaal bij Wijnberg. En wij komen nog elke half jaar samen. En het is fantastisch om zulke vrienden nog te hebben van je eigen studietijd en zo. Hè? En wijze les, ja. Ja, hè, denk goed na. Wat jij nog zou moeten leren. Ja, dus dat heeft hier wel een beetje een punt natuurlijk. Omdat ik ben nog zo gepassioneerd voor wetenschap. En ik voel het ook niet als een verplichting of zo. Hè? Ik moet dit of dat allemaal doen. Het is meer zo van, ik wil mensen ook niet teleurstellen. Dus ik krijg dan weer allerlei mooie uitnodigingen van mensen die ik goed ken. En die ook wel eens iets voor ons gedaan hebben hier in Groningen. En dan denk ik van ja, het is eigenlijk toch ook wel heel erg mooi om daar iets voor te doen. Dus inderdaad, goed nadenken over hoe ik de komende jaren, wat ik nog heel belangrijk vind en zo. Ja. Ja. Wat Bert zei, dat het eigenlijk ook wel een beetje een soort projectieopmerking was. Dat was eigenlijk waar zijn vrouw hem steeds op attendeerde. Ja, dat is ook zo. Dat is exact. Ik denk dat wij een beetje in hetzelfde schuitje zitten wat dat betreft. Ja. Van, wij hebben een hele succesvolle carrière zonder ons op de borst te kloppen, maar internationaal wordt gezien dat wij het wel heel succesvol gedaan hebben. En Bert worstelt daar ook wel een beetje mee van, ja, hoe lang moet ik nou doorgaan? En mijn echtgenote, net zoals zijn echtgenote trouwens, die zegt dus ook van, ja, doe gewoon voor dingen waar je nog heel veel plezier in hebt en waar je nog voldoening uit haalt. En dat is wel waar, ja. Bert, mij had twee vragen. Ja. Dat scheelt aan mij weer nadenken, ook zo richting het einde van de podcast. Vraag 1 was, beste Ben, zo begon hij, waar ben je nou het meest trots op? Ja, waar ik het meest trots op ben, is los even van mijn familie en zo, maar als je mij vraagt als wetenschapper, het meest trots ben ik op al die jonge mensen die ik heb mogen op een pad mogen zetten naar hun carrière, naar hun toekomst. En als je kijkt waar al die jonge mensen terecht zijn gekomen en zo, dat is wel iets om heel, heel dankbaar voor te zijn, heel bijzonder hoor. Dat is echt heel mooi. Dat is eigenlijk de nalatenschap. Kijk, je kunt nog zo'n mooie ontdekking doen. Je kunt de Nobelprijs krijgen voor al die wetenschappen. Zo. En natuurlijk ben ik daar waanzinnig trots op. Ik bedoel dat wij samen hier, ik heb dat niet alleen gedaan, maar dat wij een Nobelprijs naar Groningen hebben gehaald. En dit is het allerhoogste wat je kunt bereiken. Ja, uiteraard ben ik daar heel trots op. Maar als je mij in mijn hart vraagt, wat zal je echte nalatenschap zijn, behalve je wetenschappelijke ontdekking? Dat is al die generatie aan jonge mensen die we opgeleid hebben. Ja. Die door mijn groep, die in het team, die er meegemaakt hebben en wat dan ook. Ja. Dat is echt heel mooi. En vraag 2 was van Bert. Wat als je opnieuw zou beginnen? Waar zou je dan voor kiezen? Vond ik een interessante vraag. Heel interessant. Nou, als ik zou kiezen, dan denk ik dat ik toch weer voor chemie zou kiezen. De moleculaire wetenschap. Want als je bedenkt dat onze hele natuur bestaat uit moleculen, ook je hele lichaam en zo. Maar misschien had ik dan iets meer gekozen richting neuroscience of zo. Want dat is wat mij ook al jaren fascineert. Dat is in brein en ja, zo. Ja, nou, hoe werkt onze hersenen. Hoe werkt dit fantastische brein dat meer informatie kan processen en behandelen en zo, geloof ik, dan alle computers die wij samen hebben. Hoe werkt dat? En want dat zijn ook moleculaire en fysische processen natuurlijk. Hè? Al die neurotransmitters, al die signalen die in onze hersenen, die stroompjes, die spanningsverschillen, noem maar op. En dat fascineert mij enorm. Dus die hele communicatie van tussen moleculen en die processen in zo'n biologisch systeem en zo. Maar ik denk dat
mijn hart toch zegt dat ik wel weer voor de moleculaire wetenschap in een brede zin hè, gekozen had. Ja. Ja. Dat is toch wel lekker, toch? Dat je dan nog gewoon een goede keuze hebt gemaakt. Gewoon ik denk het wel. Ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt. Ja, ja, ja. En ook denk ik dat ik in Groningen ben gebleven. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Oh, ja? Ja, ik voel mij hier als een vis in het water in het noorden. Universiteit van Groningen is een prachtige universiteit. Ik heb hier heel veel vrienden en natuurlijk familie. En ik voel mij gewoon heel erg thuis hier. Ondanks al die mooie aanbiedingen die je krijgt tijdens je carrière, is dit toch wel mijn plekje hier. Ja. En ik ben heel dankbaar voor al die mensen die mijn leven hier tot een verrijking hebben gemaakt. En met name al die jonge mensen, ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, ja, want de podcast heet natuurlijk ook Noorderlingen Dingen. Ja, ja. Dus we kunnen hem ook even rondmaken. Je maakt al een mooie aanzet. Je bent echt een Noorderling, neem ik aan. Zo identificeer jij jezelf. Zo voel ik mij wel, ja. 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 Wat maakt dan jou die echte Noorderling? Wat is jouw Noorderlingen ding? Ja, dat weet ik niet. Dat is moeilijk onder woorden geen. Dat is ook een gevoel, weet je wel. Van ik voel mij gewoon thuis hier in het noorden. En ik vind ook de nuchterheid van de noorden. Ja, dat wordt heel vaak gezegd. Een beetje een cliché. Maar gewoon de mentaliteit van de mensen, weet je wel. Van je weet soms aan één woord of het je vriend is of niet, weet je wel. En daar heb je genoeg aan. En één glimlach of één opmerking. Mooi. Nou, dan weet ik genoeg. He? Of kom minder. Het is zo mooi dat je met... He? Dat zeg ik ook wel eens als ik naar Den Haag ga. Dan kom ik daar aan voor een of andere vergadering. En dan vragen ze me, goh, kom je al helemaal uit Groningen? Ja, ik zeg, ja, Noorden is hartstikke mooi, jongen. En die treinreis is ook prettig, want dan kun je tenminste wat doen in die trein. Goh, maar hoe gaat het dan? Nou, kom minder. Nou, dan kijken ze je aan, wat bedoel je? En dan heb je direct al een mooie discussie natuurlijk. Ja, ja. Dus ik denk dat het Noorden heeft ook zijn spontaniteit en zijn mooie dingen en zo. Alleen wij zijn iets minder luidruchtig dan doorsnee Amsterdammer. You know? Ik wil niemand wegzetten hoor. Maar ik hou wel van het Noorden, ja. Ik voel mij daar wel op mijn gemak. En ik vind het gewoon heerlijk in het Noorden. En ja, wij mogen best een beetje trots op onszelf zijn hier in het Noorden. En de gemeenschap, ook de gemeenschapszin, dat mensen voor elkaar opkomen en zo. En ook, ja, ik vind dat heel prettig. Hè? Zonder te veel capsones. Heel prettig zonder te veel capsones. Nou, dankjewel Ben Vierga. Ik denk dat we hem hier prachtig mee kunnen afsluiten. Dankjewel man. Graag gedaan. Hey, tof dat je luisterde naar deze speciale live met publiek opgenomen aflevering van Noorderlingen Dingen, een podcast van Dagblad van het Noorden. Ja, ik ben dus Colin en ik wilde je vragen of je deze aflevering ook even wat sterren wilt geven of wat liken of delen of een reactie achterlaten is natuurlijk helemaal mooi, want dan kunnen anderen de podcast weer beter vinden. Bedankt. Nieuwe afleveringen van Noorderlingen Dingen zijn in de maak en zijn binnenkort te horen op dit kanaal. Abonneer je dan eventjes als je dat nog niet hebt gedaan, want dan krijg je een notificatie wanneer het zover is. En als je de andere episodes niet kent, check ze gewoon even. Bijvoorbeeld die met programmamaker Janine Abbring of met Bert Vissen of longarts Sander de Hosson of TikTok Tammo of Sarel de Jong of nou ja, allerlei toffe Noorderlingen zijn al langsgekomen. Oké, dan nu even wat shout-outs nog. Frederica Kazemier van de Rijksuniversiteit Groningen, Harmen van der Heijden van AV Vision, collega's Sonja Stel en Lieselotte Schuren. De grafische vormgeving is van Matthijs Mol, de muziek van Guido Keizer en de scratches van DJ Irie. Binnenkort dus nieuwe Noorderlingen dingen. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot snel.